Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. We hebben te maken met veel bewolking in het midden en zuiden van het land, maar in het noorden, daar is de lucht inmiddels opgeklaard, maar daar vallen vanochtend toch een paar buitjes. Ook in het zuiden blijft het niet geheel droog, in Limburg kan een spatje regen vallen. Ook vanmiddag is het nog licht wisselvallig met in het noorden een paar buien, het zuiden misschien wat regen en de temperatuur ligt rond de normale waarde van 9 tot 10 graden. De wind is vanuit het westen, is matig boven land aan zee, neemt de wind toe tot een krachtige of harde wind vanavond. Vanavond krijgen we meer buien vanuit het noorden en daarbij is kans op onweer en de temperatuur gaat dalen naar 7 of 8 graden. En van het weekend hebben we te maken met koude lucht. Het wordt amper 5 graden in Limburg tot 7 of 8 graden langs de kust. En op zaterdag hebben we regelmatig buien met een winters karakter, kans op hagel, onweer en natte sneeuw. En ook op zondag vallen er vooral in het westen een paar buien met winters karakter. Natte sneeuw mogelijk. Verder landinwaarts blijft het nagenoeg droog. Het is wel koud met 5 tot 7 graden. Ook op maandag is het nog een koude dag, maar vanaf dinsdag gaat de temperatuur weer omhoog. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.nl.